zit hier met Bas. We gaan over de grens kijken. Hoe staat het ervoor bij de andere kanshebbers? En Nederland is een van de favorieten voor het winnen van het EK. Of niet? Ja, absoluut. Zeker. En we gaan nu kijken hoe staat het ervoor bij Spanje, bij Frankrijk. Ja, Engeland vooral. Hè. Die hebben een hele interessante generatie met jonge spelers. Dat wordt nogal een lastige keuze om spelers te laten afvallen bij Engeland. Want er is nogal wat om te kiezen. Italië die met de nieuwe bondscoach op de goede weg zijn. Portugal, vernieuwde aanval. Portugal altijd favoriet. En nu met João Félix erbij hebben ze toch weer interessante spelers. Ja. En Duitsland sowieso. Die zijn er altijd bij en die zijn altijd favoriet. Hoe slecht ze ook zijn. Voor mij is het grootste favoriet op dit moment Engeland. Ja? Ja. Oeh, dat is verrassend. Nee, omdat Engeland... Nou, Southgate zit er natuurlijk al een tijdje. Hè? Het vorige eindtoernooi was denk ik al heel positief voor de Engelsen. Of in ieder geval, ze waren positief verrast door het resultaat. Het spel was niet altijd denderend. Maar Southgate had wel zijn speelwijze aangepast eigenlijk aan de huidige staat van zijn elftal. Hè? Ze gingen met die wingbacks spelen, 3 centraal achterin. Iets meer zekerheid. Haalde het optimale uit de standaard situaties. Wat heel belangrijk is, want je hebt natuurlijk weinig tijd om te trainen. Ja, dan is dat een gigantisch wapen als je die spelpatronen nu niet allemaal kunt inslijpen. Ja, als je nu ziet wat er bij de Engelsen doorkomt voorin. Ik heb die laatste Interland in Southampton gezien tegen Kosovo. Speelden ze met Sancho en Sterling. Die speelden die verdeling helemaal zoek. De keuze is echt enorm, hè? Ja, ze hebben Jadon Sancho die bij Dortmund aan doorbreken is en doorgebroken is. En een van de beste aanvallers ter wereld gaat worden. Je hebt Sterling, die onder Guardiola een topvoetballer is geworden. Je hebt Harry Kane, een van de beste spitsen in de Premier League. Ja, dus die voorhoede is geweldig. En ze hebben ook nog heel veel keuze erachter. Ja. En, ja, het is eigenlijk allemaal begonnen met Gareth Southgate, hè, die achter de schermen bij de bond werkte. En daar alles heeft gereorganiseerd. De jeugdploegen, onder 17, onder 19, onder 21, de onder 20, die hebben allemaal toernooien gewonnen. En al die jongens breken nu ook door in de Premier League. Dat was het grote probleem. Hè? De jongens die niet door wisten te breken in de Premier League, die hebben nu ook voor een vluchtroute gekozen naar het buitenland. Jadon Sancho is eigenlijk via Dortmund in beeld gekomen bij de nationale ploeg. En ze profiteren ook, die Engelse jongens, van die coaches bij Tottenham, bij City. Ja, precies. Die invloed nemen ze mee natuurlijk. Die nemen ze allemaal mee. En dat zie je ook terug. Engeland is eigenlijk een heel erg internationale landenploeg geworden. De invloed van Guardiola is belangrijk. De invloed van Pochettino is belangrijk. De invloed van de jongens van Klopp is heel belangrijk. De invloed Trent Alexander-Arnold, niet eens basisspeler geweest, hè, bij Engeland nog. Nee. Dus je ziet dat de invloed van die toptrainers in de nationale ploeg heel belangrijk is. En dat ook die jonge jongens zich ontwikkelen. En ja, Southgate heeft zoveel keuze uit spelers. Hij kan met 4 man achterin spelen, met 3 man achterin spelen. En alleen ontbreekt 1 speler en dat vind ik al jaren. Dat is een jongen die linies verbindt. Zijn we niet een type Frenkie de Jong? Want anders zie jij iemand à la Frenkie de Jong bij Engeland. Nou ja, een tijd lang heeft Erik Dier natuurlijk rondgelopen. Die is illustratief voor het probleem eigenlijk. Zodra je die moet opstellen, toch? Ja. En ja, ik denk op de 10-positie James Maddison vind ik een geweldige speler. Maar ze spelen eigenlijk zonder 10. En nu spelen ze met Declan Rice spelen ze eigenlijk op de 6-positie. En dan 2 dynamische middenvelders erbij. Maar ja, dat is wel een beetje het probleem bij die Engelse creativiteit op middenveld. Maar je hebt wel het geluk met die aanvallers. Die zijn zo snel en zo dreigend. Dat de defensie van tegenstander eigenlijk automatisch al terugloopt. Waardoor er ook wat meer ruimte is op het middenveld om te voetballen. Ja, maar ik heb het Interland tegen Kosovo gezien waarin je refereert. En Engelsen scoren natuurlijk wel veel in die wedstrijd. Maar ze hadden ook wel problemen met Kosovo in het begin. Hè. Ik weet niet of Engeland in balbezit stabiel genoeg is. En dat vond ik ook op het WK eigenlijk al. Die waren geweldig met standaard situaties. Hè. Een soort van American voetbalachtige situaties. Waarbij ze mij als kijker verrasten, maar de tegenstander zeker. Mm-hmm. En met bloks en intelligente manier van lopen en bewegen. En vooraf geoefende vormen die er allemaal uitkwamen op het WK. Maar als voetbalploeg, zoals Spanje dat kan doen, of Italië nu, of Duitsland, vind ik ze toch wel een achterstand hebben. En ik vraag me af of ze daarom als favoriet gezien kunnen worden. Ze hebben geweldige spelers, maar of er genoeg voetbal in zit. En daarom missen ze zo'n soort speler. Frenkie de Jong die laat Oranje echt ademen. Daar kun je de bal bij kwijt. Als je ook de international spreekt. Ze hebben altijd 1 optie sowieso. Dat is Frenkie. Daar kun je de bal altijd kwijt. En even ademen. Mm-hmm. En zo'n speler heeft Engeland niet. Want Declan Rice is een groot talent. Die op West Ham het geweldig doet. En die speelt inderdaad op 6. En die kan ook centraal in verdediging spelen. En die is goed aan de bal. Maar het is niet een speler die zo'n ploeg laat ademen. En ja, ze hebben 1 speler die dat zou kunnen, alleen die speelt nooit. En dat is Phil Foden. Die zou dat kunnen, alleen die speelt niet. Mason Mount is nu eigenlijk het beste alternatief daarvoor.
Ja, maar dat is ook meer een speler die diepte zoekt, die de goal opzoekt. En op het middenveld is het niet een spelmaker. Ik denk in principe als je de beste interlandploeg van dit moment zou pakken, dan zou ik het middenveld van Nederland combineren met de aanval van Engeland. Zeker. De boekmakers schatten de kansen van de Engelsen ook hoog in. 1 op 6 is de kwartering. Maar dat is een andere favoriet. Ja, de Engelsen staan op 2 en op nummer 1, dat zijn de Fransen. En dat begrijp ik wel, die zijn wereldkampioen geworden. En ja, die moet je er ook bij zetten. Maar het wordt echt een interessant toernooi. Er zijn veel favorieten. En de Belgen op 3, daar gaan we het misschien zo nog even over hebben. Maar eerst Frankrijk. Ik ben heel benieuwd of Deschamps een vernieuwing durft door te voeren. Of wat hij blijft vasthouden aan de WK-ploeg. Ja. En hij is iemand die... Angstig, hè? Nou, angstig wil ik niet zeggen. Hij weet wat hij heeft. En dat doet hij ermee. En hij roept niet heel snel spelers op. Zoals Laporte heel lang al moet wachten op een kans. Omdat hij kiest voor Umtiti en voor andere spelers. Dus ik ben heel benieuwd of die Fransen nog iets beter worden. Of wat ze het niveau wat ze nu hebben, dat het is. Want ze hebben zich ook laten verrassen in de kwalificatie door Turkije. En ze moeten maandagavond tegen de Turken spelen. Frankrijk-Turkije. Dat is wel een sleutelwedstrijd. En als je daar per ongeluk verliest, dan is het toch ook problematisch voor de Fransen. En je merkt dat die ploeg een beetje stilstaat, terwijl ze ongelooflijk veel talent hebben. Het is ook wel lastig om Griezmann te passeren, bijvoorbeeld. Ja, ik denk als je puur naar de selectie kijkt, naar het spelersmateriaal, dan is Frankrijk terecht de favoriet. Ja. Alleen wat wel zorgwekkend is, is dat de 3-4 sterren eigenlijk allemaal een beetje in de problemen zitten bij een club. Nou, Giroud, hè? Giroud, bijvoorbeeld. Maar dat is wat ik eigenlijk bedoel. Giroud is een speler. Nou, op het WK functioneerde hij perfect in functie van de ploeg. En stond hij op een gegeven moment op zijn eigen 16 als kapstok, aanspeelpunt, maar ook verdedigend. Maar het is op dit moment lang niet de allerbeste Franse spits. Er zijn betere Franse spitsen. Maar Griezmann vindt het fijn samenspelen met Giroud. En dat zijn ook belangrijke dingen. Ja. Maar ik vraag me wel af of hoe lang dat goed gaat en of ze echt favoriet zijn. Op basis van spelersmateriaal 100%. Dus ze kunnen met 6 ploegen heen gaan en dan worden ze nummer 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Mm. Maar als je de lijn van begin dit seizoen doortrekt, nou, Griezmann zit in een probleem bij Barcelona. Of is niet zo dominant als wel, weet ik ook nog. Op de bank zelfs afgelopen weekend. Precies. Ja. Dembele is al 1,5 jaar ontzettend wisselvallig. In potentie misschien wel een van de beste spelers. Nou, Mbappé hoeven we ons denk ik geen zorgen over te maken. Nee, hoeven we ons geen zorgen over te maken. Nee. Maar ook een jongen die bij Paris Saint-Germain toch vaak op de bank zit dan hij wil. En dan een verhaal van een trainer krijgt dat hij ook rust moet nemen en zo. Ja, en Pogba, je voelt de onrust bij hem. Ja. Ja, daar hebben we Pogba. In crisis bij Manchester United, sukkelt met blessures. Ja. Ja. Dus als bondscoach van Frankrijk, ik zou me wel zorgen maken over de vorm van mijn bepalende spelers. Het is niet echt groeien, hè? Nou, je kunt natuurlijk maar een aantal spelers meenemen, 23. En er zijn er eigenlijk al 15 of 16 wel vast bij Deschamps. Dat kun je al gewoon invullen, die gaan allemaal mee naar het EK. Maar als je gaat kijken hoeveel spelers zij uit kunnen kiezen. Ja, in Duitsland alleen al lopen al 4, 5, 6 talentvolle Franse verdedigers rond. Heb ik alleen maar over de verdedigers. Ja. In de Franse competitie ook nog een stuk of 6. En als je gaat kijken naar de selectie van Jong Frankrijk, dan schrik je ook kapot. Haller wordt nooit geselecteerd, is spits in de Premier League bij West Ham United. En zo kun je heel veel spelers opnoemen die er niet bij zijn. Maar het gaat vooral om de spelers die er wel bij zijn. En dat zijn Giroud, Griezmann, Pogba. En dat zijn allemaal spelers die nu een moeilijk moment doormaken. En de vraag is of hij niet te lang vasthoudt, maar dat heb je vaker gezien in het verleden, aan een bepaalde ploeg. De Spanjaarden hebben ook te lang vastgehouden aan een ploeg. De Fransen hebben het ook meegemaakt in het verleden. Ja, en na het WK was het natuurlijk eigenlijk, hoe lastig het ook is. Je zag het ook een beetje bij Leicester. Je hebt een ongekend succes en ga dan maar eens doorselecteren. Hè? Want je wilt ook trouw zijn naar de jongens die jou het succes hebben gebracht. Eigenlijk was het moment gekomen om door te selecteren. Maar je ziet dat nog mondjesmaat gebeurt. Maar het is heel lastig, want Del Bosque heeft het wel eens uitgelegd. Die was natuurlijk bondscoach van Spanje. Ja. Die won het EK, daarna WK, daarna weer het EK. En hij zei, ik weet dat het vernieuwd moet worden. En er zijn ook talentvolle spelers. Alleen hij vond dat deze ploeg het recht had om het op het veld te sterven. Zo noemde hij dan in het Spaans dan. En het is denk ik voor Deschamps gewoon heel lastig om de jongens waarmee hij wereldkampioen is geworden, die hem eeuwig roem hebben bezorgd, om die te laten vallen. Om tegen Griezmann te zeggen, of vooral Giroud, want dat is het probleem, want die wordt ook nog uitgefloten ook. Ja. En zelfs in thuiswedstrijden soms. Ja, om tegen Giroud te zeggen, dit keer even niet. En wat is het alternatief? Lacazette, Lacazette, Dembele, die bij Jong Frankrijk vaak gespeeld heeft. Ja, dat zijn allemaal alternatieven die hij niet goed kent, die hem geen succes hebben bezorgd en van Giroud weet hij wat hij krijgt. Ja. Lastig. Maar of je dan beter wordt als ploeg, denk ik niet. De derde favoriet bij de bookmakers is België. Ja, ik vind bij België wel een beetje de vraag of het moment voor de Belgen niet al geweest is. Want
als ik naar die verdediging kijk, dan maak ik me wel eens zorgen. Vertongen en Al de Wereld hebben natuurlijk ontzettend lastig bij Spurs. Kijk, voorin die kwaliteiten staan buiten kijf, op het middenveld ook. Maar denk je dat de verdediging van de Belgen klaar is om succes te hebben? Ik denk dat Martinez, het probleem wat jij schetst met die twee, vooral van Tottenham, die het heel moeilijk hebben bij Tottenham, maar ook waar een soort van slijtage op komt, verdedigers worden beter en zij worden minder. Je ziet wel dat er al vernieuwing bezig is bij de Belgen, maar die hebben een geweldige generatie gehad en voor hun zijn er nog twee toernooien en vooral 2020, het EK, dat is het toernooi, de laatste kans voor deze ploeg die al jaren samen is om een prijs te pakken. En dat voelen ze ook zo, dat merk je ook in interviews. Die jongens zijn echt gefocust dat ze in 2020 willen vlammen en met deze generatie een prijs willen pakken. Want dat ontbreekt er nog aan, hè? Want iedereen geniet van de Belgen. Ja. Wij en ook in het buitenland genieten ze van de Hazard, de Bruyne, Mertens, Lukaku, Witzel en zo kun je de hele ploeg opnoemen. Maar hun verdediging is de Achilleshiel en die wordt minder. Dan hebben ze wel De Nijer bijvoorbeeld bij, hè, die wel leiderskwaliteiten heeft en een vernieuwing is. Ze zijn nummer 3 bij de bookmakers, dat verrast me wel. Ze staan boven Spanje, boven Duitsland, ja, boven Oranje. Ze hebben op het WK ook heel goed gespeeld. Ja klopt. Nee, ik denk als je puur naar de eerste helft kijkt wel. Alleen, we hebben het net over de Spurs-verdedigers natuurlijk. Als bondscoach van België heb je wel minder opties om het door te pakken. Hè? Kijk, bij Duitsland heb je zo een paar andere geselecteerd, bij Spanje. Ja, maar ook bij de Duitsers is de verdediging een probleem. Dat heb je kunnen zien tegen Oranje. En dan kom je bij Ginter uit en zo. En het is ook minder. Kijk, wij hebben echt een luxe positie met Matthijs de Ligt. En De Vrij nog achter. En, ja, maar De Vrij. Maar wat denk je van Nathan Aké? Ja. Die 80, 90 miljoen euro waard is. En als een club hem wil hebben, moeten ze dat bedrag gewoon in beeld bij City. En in beeld bij City, in beeld bij Tottenham. Dus Nathan Aké hebben wij achter de hand. Ja, die zou bij Duitsland en bij België denk ik gewoon in de basis staan. De hoeveelheid centrale verdedigers bij Oranje is ongekend. Dat is, weet je wel, zoveel goede verdedigers, dat kan eigenlijk niet. Alleen die Belgen hebben wel De Bruyne, Mertens en Lukaku. En wat te denken van Eden Hazard. Ja. Dus die hebben daar weer de luxe. Die vier moeten het gaan doen. Kort achter België komen Duitsland en Spanje, de nummers 4 bij de bookmaker. Laten we eerst even naar Spanje kijken. Natuurlijk een rumoerige tijd achter de rug gehad, hè, met de trieste situatie van Luis Enrique. Zijn dochter verloren, stap opzij gedaan als bondscoach. Ja. Roberto Moreno, zijn assistent, heeft het opgepakt. Zegt weer een stap terug te doen zodra Luis Enrique terug wil keren. Het is een beetje onduidelijk hoe dat gaat richting het EK. Maar hoe kijk je tegen die ploeg aan? Nou ja, je weet wat je bij Spanje krijgt. Dat is een ploeg die nog altijd op dezelfde manier speelt. Ja. In balbezit, de bal snel laat rondgaan. En die hebben ook ongelooflijk veel spelers. Als je bijvoorbeeld Jong Spanje weer op het jeugd-EK ziet met onze favoriete speler, Dani Ceballos. Die zit nu bij de A-ploeg. Ze hebben heel veel spelers achter de hand ook nog. Busquets, Rodri, Mark Roca, die bij Jong Spanje de Busquets-rol vervult. Dani Olmo, die het heel goed doet bij Dinamo Zagreb en eigenlijk naar een grotere club moet. Ajax of een andere club. Europese top. En dat is echt een speler die er ook aankomt en beter wordt. Die Spanje hebben een aantal leuke talenten die bij de nationale ploeg zijn gekomen. En ze spelen goed voetbal. Alleen scoren vermogen, hè, dat is altijd het probleem. Ja, precies. Die spitspositie. Hè? Ja, en dat is het probleem, ja. En Rodrigo speelt nu vaker van Valencia, die is nu de spits. Maar Rodrigo, is dat Europese top? Nee, aardige spits, maar geen Europese top, zou ik zeggen. Dus het ontbeert een beetje aan scoren vermogen. Dat hebben ze opgelost met Diego Costa heel lang. Maar Diego Costa in anderhalf jaar bij Atletico heeft hij volgens mij 6 gemaakt, hè, in de competitie. Ja, dat valt ook tegen. Ja, het scoren vermogen bij de Spanjaarden. Maar dat is eigenlijk al 10 jaar het probleem bij de Spanjaarden. Die spelen geweldig tot aan het 16 meter en dan... Ik denk als hij in vorm is, dan is Morata denk ik de beste optie van deze generatie. Alleen, die is bijna nooit in vorm. Die was 6 jaar geleden voor het laatst in vorm, denk ik. Ja, en dat scorend vermogen is wel een probleem, hè? Vanaf het middenveld ook. Want we hebben het natuurlijk over Ceballos, heerlijke speler. Maar die maakt er, om eerlijk te zijn, ook weinig. Ja, ik Dani Ceballos, bij Arsenal, hij speelt nu bij Arsenal en dan wordt hij soms te ver naar achter gehaald door Unai Emery. Ja. En dan komt het net niet uit. Maar ik vond hem echt, en jij die wedstrijd ook gezien op het jeugd-EK, speelde hij in een rol met Dani Olmo en Mark Roca en had een soort van vrijheid. Het was zo gevaarlijk, maar het waren wel jeugdwedstrijden. Ja. Op een tempootje hoger, dat moet hij nog leren. Maar het is nog een jonge speler, hij moet nog 1-2 jaar groeien. Ja, hij had in die vorige interland, volgens mij was het uit tegen Oekraïne, had hij zo'n geweldige voorassist, was het geloof ik. Ja. Buitenkant rechts, weet je. Ja, het is een briljante voetbal en iedereen, ik heb, of wij eigenlijk, wij, want wij zijn samen voorzitter van de Dani Ceballos fanclub.
Maar ik krijg ook berichten uit Luik, hè, vorige week via Instagram van iemand die standaard Luik supporter is. En die zei, ik heb hem gezien live, ja. Waanzinnig. Ja. En Arsenal won met 4-0 van standaard Luik. En die hebben dan Danische Boys live gezien. Het is wel een spektakelvoetbal, alleen hij moet nog groeien in een bepaalde rol. En daarom heeft Madrid hem ook verhuurd. Want naar achteren toe is het een risico, want hij wil af en toe nog wel eens zoveel risico nemen. Wat Ziyech ook een beetje, wat probleem wat Ziyech ook had, dat heeft hij nu. Dat hij de bal kwijtraakt, heeft hij iets geweldigs in zijn hoofd en dan is hij de bal kwijt en dan baalt hij te veel en dan waait hij een kans in en dan valt er een doelpunt. Ja, dan baal je als coach. Je kunt hem ook niet simpel laten voetballen, hè? Nee, is onmogelijk. Ja, precies, het is alles of niks. En dat is zijn probleem nu en dat zie je en dat vind ik wel leuk, want dan krijg je af en toe berichten. Ja, ik heb daar niet zo boos gezien, hij speelde 5 ballen verkeerd. Ja, dat klopt, hij neemt heel veel risico. Jan van Hals was vernietigend bij Liverpool Arsenal. Ja, als Jan van Hals over voetballers gaat praten, dan die had dat niet, hè. Die nam niet, die bedacht die dingen niet. Nee, die hield het simpel. Ja, dat is Dani Ceballos niet. Tribune. Maar we hebben het nu over Dani Ceballos. Die gaat Spanje Europees kampioen maken. Of die kan Spanje Europees kampioen maken met een briljante vrije trap. Nou, gaan we naar de Duitsers kijken. Nou, we hebben ze laatst natuurlijk gezien nog tegen Nederlandse elftal. Denk je dat het te kwetsbaar is achterin? Nee, kijk, Oranje heeft daar het alarm laten afgaan bij Joachim Leu en de voetbalbond. Dus er is daar een nieuwe generatie aan doorkomen. En we hebben Serge Gnabry gezien bij Bayern München, die wordt steeds beter. En hij was tegen Tottenham geweldig. Dus Serge Gnabry doet het goed. Leroy Sané is geblesseerd geraakt en die zal in aanloop naar het toernooi wel terugkomen bij City. En ik vraag me af, die is wel belangrijk voor de Duitse ploeg, ook aanvallend gezien. Duitsland is altijd favoriet, maar die verdediging, maar dat geldt voor heel veel landen. Is een probleem, maar ze hebben geen Virgil van Dijk achterin staan. En zelfs Mats Hummels is nu weer een thema, hè, van Mats Hummels die bij Dortmund nu de leider is. Ja. Moet Leu niet een gesprek met hem aangaan en hem weer in genade aannemen om daar achterin te komen staan? Want Mats Hummels blijkt toch misschien wel de beste Duitse verdediger te zijn op dit moment. Ja. Jonathan Tah is er niet, in ieder geval. Nee, Tah is het niet, of niet in dit systeem, of niet, of te jong nog. En die heeft het heel goed gedaan bij Jong Duitsland als aanvoerder. Maar het is geen Virgil van Dijk. Je wordt geen Europese kampioen. Nee, dat is, dan neem je veel risico. Dat hebben we gezien in de wedstrijd tegen Oranje, de laatste. Waar ik wel benieuwd naar ben trouwens, wie zou je onder de lat zetten bij de Duitsers? Ja, kijk, dat is ook een probleem. Kijk, daar wordt er dan een beetje lucht over gedaan door Joachim Leu en die staat achter Neuer. Maar Ter Stegen, daar kun je eigenlijk niet omheen. En als je niet om een speler heen kunt, heb je als coach een probleem. Maar hij vindt dat Neuer, want dat hebben we het over gehad met Deschamps, hij houdt vast aan zijn aanvoerder en blijft trouw aan die speler. En dat geldt voor meerdere spelers. Hè. Die jongens hebben met elkaar succes gehad en niet met Ter Stegen. Dus het is zo lastig voor een coach om die keuze te maken. Want als je Neuer passeert, moet je hem eigenlijk nooit meer oproepen. Ja, want bij Bayern zijn ze nu woedend dat Ter Stegen zich heeft uitgesproken. Hè, en daarmee eigenlijk de druk op Neuer heeft verhoogd. Maar ik vind eerlijk gezegd dat Ter Stegen nog ontzettend lang geduld heeft gehouden. Want om eerlijk te zijn, bij het voorbije WK had hij al basisspeler moeten zijn. Want Neuer had toen een seizoen vol blessure geleed achter de rug. Nou. Een beter jaar dan Ter Stegen was niet mogelijk geweest in de aanloop naar het WK. Ja. En toch zat hij weer op de bank. Ja, toen Neuer heeft geen wedstrijd gespeeld en mocht toen in een oefenwedstrijd zich bewijzen. En die heeft 1-2 wedstrijden gespeeld en was gewoon basisspeler. Ja, dat is voor Ter Stegen maar moeilijk te begrijpen. Dus ik begrijp wel dat hij zich uitspreekt. Ik vind inderdaad dat hij vrij mild is. Maar ik begrijp Leu ook dat je vaststaat aan Neuer. Want hoeveel fouten heeft hij gemaakt als international? Heel weinig. Hij is een betrouwbare keeper, hij is iemand, een leider in de kleedkamer. En hij is de aanvoerder. En de aanvoerders passeer je niet zo heel snel. En als je hem passeert, Neuer, dan ben je hem kwijt. Dan moet je hem ook niet meer selecteren, want hij gaat niet op de bank zitten als nummer 2. Nee, klopt. Ter Stegen gaat 2022 keeper in Qatar. Hoe oud is hij dan? Dat is over 3 jaar later. En dan is hij ook bijna bejaard. Ja. En dan wordt hij ingewisseld voor Nubel in 2024. Heeft hij 1 toernooi meegemaakt. Heeft zo'n geweldige carrière bij Barcelona onder andere. Misschien wel de beste keeper van de wereld. Ja, maar soms heb je die pech. Ja. Wij hebben Sillissen en daarna Vermeer, Zoet, Pat van AZ, Bizot. In Duitsland heb je zoveel goede keepers. Dat is ook een luxe voor een bondscoach. Maar voor Ter Stegen is dat enorm balen dat hij Neuer voor zich heeft. Een van de beste Duitse keepers aller tijden, denk ik wel. Gaan we nu naar Nederland, de verrassende nummer 6. Tenminste, in mijn ogen de verrassende nummer 6. Want hoor is niet veel hoger te staan. Het hangt er vanaf wanneer je dat had gezegd. Nu vind ik het op zich wel te begrijpen. 2 jaar geleden had ik had je voor getekend? Nou, had ik je laten opsluiten. Ja. Had ik je echt laten opsluiten. Denk ik, gaat het wel goed met je, Bas. Ja. Maar ik vind ze nog laag ingeschaald door de... Ja, toch? Ja, want zijn ze nou echt minder dan Frankrijk op dit moment? Nee, ik zou zeggen, als je op dit moment naar de vorm kijkt en de eerste 11... Nou,
probleem, maar daar komen we zo op. Maar ik zou ze wel bij de eerste drie zetten. Ja, weet je wat de kracht van dit Oranje op dit moment is? Ronald Koeman is ook een realist. Die weet, oké, de tegenstander kan beter zijn. Mm. Dan doen we het op die manier. Hij schaamt zich niet om... Het is niet zo dat Oranje per se de bal wil hebben en de bal wil laten rondgaan. Nee, ze kunnen ook heel goed met bepaalde ruimtes omgaan. Of een tegenstander het gevoel geven dat ze in de wedstrijd zitten. En dan toeslaan in de omschakeling. Dat hebben ze afgelopen jaar laten zien. Ook in de Nations League. Hè, in al die topwedstrijden waarin Oranje presteren. Tegen Portugal onder andere. Toen ging het dan in de finale mis, maar ook de Engelsen, de Fransen, de Duitsers, die hebben het allemaal meegemaakt. Dus Oranje heeft twee gezichten. Frenkie de Jong, maar ook de ruimte in met Malen, met Bergwijn, met Memphis. Ja. Ik denk voorin is het wel cruciaal dat zich echt richting het EK echt een tweede aanval naast Memphis zich gaat melden. Want ik moet zeggen, in die Nations League finale vond ik dat wel een probleem. Op een gegeven moment had je ook een countersituatie met Bergwijn die het een beetje druistig uitspeelde. En zij doen het goed, ze ontwikkelen zich goed, maar het is ook logisch dat het nog te vroeg is, zeg maar, om echt dat topniveau te bereiken. Maar het is wel een ploeg in de groei, Oranje. Dat gaat echt nog beter worden. Ja, precies. Bergwijn wordt gewoon beter. Dat zie je bij PSV. Dat wordt echt een internationale topvoetballer als hij zich door blijft ontwikkelen. Malen is eigenlijk pas net begonnen. Hè? Die zien we nu in de Eredivisie doelpunten maken. En denk, goh, we wisten niet dat hij zo doelgericht kon zijn en zo beslissend in 1-tegen-1 situaties en zoveel rust in zijn afronding heeft. Ja, dat groeit en dat traint hij op bij PSV achter schermen. Maar dat komt er nu uit en ja, dat is voor Oranje prachtig. Want we zochten eigenlijk wel naar een doelpunt te maken met snelheid, een soort totaalpakket. Nou, dat is Malen wel. Ja, want als je het vergelijkt met die Nations League finale, zeg maar, dan ziet die aanval van Oranje ziet er nu alweer zoveel beter uit dan toen. Ja, en interessant ook bij Hertha BSC hoe Dilrosun zich ontwikkelt. Want die jongen is vaak geblesseerd geweest. Ja, die is wel een jongen die makkelijk scoort en veel rendement heeft in zijn spel. Voor de weinig minuten die hij nog heeft gemaakt bij Hertha BSC. Ja, stel je voor dat hij 4-5 maanden in vorm is en in topvorm naar zo'n EK kan. Mm. Als hij erbij wordt gehaald door Koeman. Ja, dus er komen steeds meer opties. Terwijl de basis, de as, staat. Ja, precies. Met De Ligt, met Van Dijk. Met Frenkie de Jong, maar ook met De Roon en eventueel Prupper. Dus je hebt allerlei opties. De spits, Memphis, dus de as staat en eromheen worden steeds spelers beter. En we hebben niet eens over Daley Blind gehad. Gewoon, weet je wel, die zullen heel veel Europese toppers nu willen hebben. Ja. Dus ja. Ja, het is eigenlijk alleen nog zoeken denk ik op de rechtsbackpositie en voorin. En voorin is een beetje, het is nog geen probleemsituatie, maar het is meer de vraag, kan Malen dit doortrekken? Nou, als Malen dit doortrekt, dan is hij zeker van de basisplaats. Ja, maar ik denk dat Denzel Dumfries in de wedstrijd die gespeeld voor Oranje, naar behoren, ja, het is geen Roberto Carlos of zo. Nee, klopt. Alleen ik denk wel dat je in het hedendaagse voetbal, waarin die backs, Liverpool, City, zo aanvallend ook zo belangrijk zijn, dan verlang je wel meer. Ja, maar ik denk, wij kijken, ik hoorde wel vaker over Denzel Dumfries, maar als je bijvoorbeeld naar Trent Alexander-Arnold gaat kijken, waar we... Dat is echt een geweldige rechtsback, maar die heeft ook verdedigend bijvoorbeeld. Die is aanvallend geweldig, een soort middenvelder van rechtsbuiten. Ja. Maar heel veel ploegen, ook in de Premier League, als Liverpool tegen een wat kleinere ploeg speelt. Dus ze fixeren wel die kant. Want daar is Liverpool wel kwetsbaar. Dus die heeft ook zijn minpunten. Dus elke verdediger, Denzel Dumfries is enthousiast en die heeft die harde voeten. Dat weet hij van zichzelf en daar werkt hij aan. Ja, ja. Nee, ik moet zeggen, ik vind hem verdedigend qua positionering en zo. Vind ik hem de laatste jaren echt wel beter geworden. En hij doet weinig gekke dingen in dat opzicht. En hij is fysiek sterk natuurlijk, heeft die duelkracht, heeft veel loopvermogen. Alleen ja, in balbezit, die keuzes in de eindfase, zeg maar, als hij die bal moet voorgeven, ja, dat moet hij. Maar de oplossing is voorhanden. Koeman heeft er al mee gesproken. En hij heeft nu een pauze ingelast als international, omdat hij die keuze wil gaan maken. En Serginho Dest zou wel eens de oplossing kunnen blijken waar jij het over hebt. Ja. Dat Serginho Dest dan meegaat naar het... EK als Oranje International en dan die optie. En dat kan heel snel gaan met spelers. Dat zie je bij Ajax ook. Want daar stond een andere speler en daar hebben we het eigenlijk niet meer over. Want Serginho Dest speelt gewoon in de Champions League tegen Valencia en ook naar behoren. Dus het kan zomaar zijn dat de oplossing dichterbij is dan we denken. En dat Serginho Dest de oplossing is voor eventueel Denzel Dumfries. Mm-hmm. Laten we nog twee outsiders meepakken. Twee voetbalgiganten. Italië en Portugal. Te beginnen met de Italianen. Ja, de Italianen, interessant hè, met Roberto Mancini, nieuw project, nieuwe spelers. Barella erbij, Stefano Sensi die bij Inter is doorgebroken en dus ook wel international zal gaan worden. Interessante ploeg, mooi Zekin, jong talent, dus die hebben ook heel veel jonge spelers. Maar ik denk dat Italië nog 1-2 jaar nodig heeft om echt een ploeg te worden om rekening mee te houden. Dus daar moest iets vernieuwd worden. Hè. Dus hebben ik kwam nog in die wedstrijd tegen Zweden, dat ze afgingen, dat ze het toernooi misten. San Siro inderdaad. Ja. Was echt een verouderde ploeg. Daar moest iets vernieuwd gaan worden. Nou, dat zie je nu bij de Italianen. Ja. En ze voetballen leuk.
Af en toe echt goede momenten zie je dan er terug. En denk je, de machine heeft wat goed voor elkaar met talenten. Maar het is een hele jonge ploeg. En nog niet zo ver als Oranje bijvoorbeeld. Of als Engeland of als Spanje. Nou, wat ik interessant vind, interessante ploeg is Portugal. Voorin natuurlijk Bernardo Silva, João Felix, die steeds meer verantwoordelijkheid nemen. Ronaldo die je nog hebt, de ultieme toernooivoetballer. Denk je dat het daarachter goed genoeg is voor de Portugezen? Nou, je zegt toernooiploeg. Hè. Portugal is echt een ploeg die drie keer gelijk kan spelen in de eerste ronde. En een toernooi kan winnen, dat hebben ze bewezen. Ze hoeven zelfs niet te winnen om te winnen. En ze hebben Cristiano Ronaldo die dat toernooi wel weer aan zal grijpen om... om het te staan. Om het te staan, ja. En om te laten zien dat hij een gouden bal waard is. Maar Portugal is leuk. Ze hebben de oude gevestigde namen. De verdediging is ook weer een probleem, zoals bij meerdere landen. Als je José Fonte achterin hebt staan. Ja, klopt. Maar ik ben heel benieuwd naar João Felix. Want de jaren 10 die gaan we afsluiten. Hè. Dat binnenkort, in december, worden 20. En dan komen de jaren 20 eraan. En de Portugezen hebben een speler die jaren 20 gaat kleuren. En dat is João Felix. We hebben Frenkie de Jong. Je hebt Ansu Fati bijvoorbeeld, die bij de Spanjaarden in de jaren 20 belangrijk gaat zijn. Ødegaard, de grote talenten van de nabije toekomst. En João Felix is een speler. Ja, het is heel bijzonder. Ik ben heel benieuwd hoe lang hij bij Atletico bijvoorbeeld blijft. En er komt wel een interessante generatie aan. Hè? Ja. Felix is daar natuurlijk de posterboy van. En daarachter heb je nog Gedson Fernandes, Ruben Dias. Ja, je hebt heel veel jonge spelers van Portugal. Diego Dalot bij Manchester United, rechtsback. Dus die hebben ook weer veel talent. Daarachter zit ook nog heel veel talent in onder 16, onder 17, onder 18. Altijd heel veel goede talenten in Portugal. Maar João Felix, dat is de posterboy van een nieuwe generatie. En die moet dan... Er moet eigenlijk voor dit toernooi in 2020 moet de samenwerking tussen João Felix en Ronaldo gaan werken. En die chemie heb ik nog niet gezien in de wedstrijd. Nee, klopt. Hij is beter met André Silva op een of andere manier. Ja, ik denk dat Ronaldo staat er eigenlijk vooral voor zichzelf. Ja. En voor de ploeg, maar alles staat in teken van ik wil scoren. Ja. En João Felix en Ronaldo hebben wel de neiging om dezelfde soort ruimte te benutten. Ja, precies. André Silva blijft daar weg. En André Silva is meer een 9. Ja. En dat probleem zie je. En dat zal die coach ook wel herkend hebben. En wat denk je, hoe groot is de invloed van Ronaldo? Zeg maar, gaat hij zeggen van, ik wil mijn oude adjudanten als Moutinho op het middenveld? Of nee, hij zal het niet zeggen, maar je ziet dat gewoon. Want ik heb João Felix en Ronaldo 5 minuten samen zien spelen. En dan zie je dat meteen. Daar hoef je geen getraind oog voor te hebben. Je ziet gewoon, oké, dat werkt niet goed. Bernardo Silva is intelligent en die speelt aan de andere kant. Die speelt wel goed samen met Ronaldo, maar João Felix, dat is een ster in wording. En je voelt dat als... Ronaldo voelt dat ook. Je denkt, dat is een bijzondere speler. En je ziet ook, die twee jongens vinden elkaar best aardig, hè, want die gaan goed met elkaar om. Ronaldo zegt lieve dingen over Felix in de media. En andersom, Felix is bijna idolaat van Ronaldo. Ja. Dus het gaat niet om persoonlijkheden in de kleedkamer. Die gunnen elkaar het beste. Alleen in het veld hebben ze de neiging om dezelfde ruimtes te bezetten. En dat kan een probleem worden. In het veld is er voor Ronaldo geen plek voor een tweede nummer 1. Dus Ronaldo zal zich moeten aanpassen aan Felix en Felix aan Ronaldo. En lukt dat, dan hebben ze die twee. Ja, dan heeft Portugal gewoon een ploeg die kan winnen. Want dan heb je twee spelers die beslissend kunnen zijn met Silva erbij. Wie ik denk dat de Europese kampioen wordt, is het Nederlands elftal. In de finale winnen van Engeland. Memphis gaat revanche nemen op die Engels. Jij denkt Nederlands elftal? Ik denk dat de Fransen na het WK ook het EK gaan winnen. En dat we ons weer kapot gaan ergeren aan de negativiteit van die ploeg. En dat die het feestje gaan verstoren van al die andere ploegen die wel willen voetballen. Giroud met winnen. Nee. Kylian Mbappé wordt de grote ster. Ik denk dat Kylian Mbappé ook de gouden bal pakt volgend jaar. En Frankrijk Europees kampioen maakt. Dat is mijn voorspelling. En Oranje krijgt dan de waardering voor het spel. Maar verliest na strafschoppen in de halve finale van Frankrijk.